stapte in een Zwaversteinde op weg naar? Groningen. Een dagje Groningen of wat anders? Nee, ik werk bij een instelling die werkt met mensen met een verstandelijke beperking. En wij begeleiden mensen ambulant in hun eigen huis. Okay. Dus reis ik meerdere keren in de week, reis ik vice versa. Dus naar Groningen en ook naar Leeuwarden. En altijd met Arriva, dus met deze trein. U zegt, u begeleidt mensen. Dat kan heel verschillend zijn. Wat houdt die begeleiding precies in? Dat zijn mensen die dus een PGB hebben. Mensen kopen zorg in bij een zorgaanbieder. En je begeleidt mensen bij allerhande zaken. Dus zowel de ADL, de Algemeen Dagelijkse Levensbehoeften. Je begeleidt mensen met afspraken naar allerlei instanties. Je maakt samen met cliënten indien het nodig is hun huis schoon. Ja. Je doet boodschappen. Nou, hele variatie van allerlei zaken wat jij dat met elkaar doet. Waar hij of zij dus niet in staat zelf toe is. Mm-hmm. Dus er is altijd een vorm van begeleiding bij nodig. Ja. Heel mooi dat het er is. Maar als er één discussie gaande is, dan is het over het woord persoonsgebonden budget wel. Ik ben het net aan het lezen. Er zijn dus een heleboel dingen die het PGB niet meer vergoedt. Nee. Je bent dus ook rapportageplichtig, dus als je op een gegeven moment schrijft dat je bepaalde dingen doet bij mensen, ja, dan wordt het dus niet meer vergoed. Dus je bent genoodzaakt, niet alleen wij als kleine relatieve instelling, ja, maar ook grote instelling, dat je dus wat je dus doet in je rapportage op een andere manier moet gaan beschrijven. Ja, dat is eigenlijk heel tegenstrijdig eigenlijk. Ik kom er maar eens een beetje over van, dit is gewoon puur een keiharde bezuiniging door te zeggen van dit wordt niet meer vergoed of het wordt dan wel vergoed, maar je moet het anders beschrijven. Ik denk het wel, want vroeger was dat zo, werd het via de zorgverzekeraar werd het betaald. Ja. En nu gaat het natuurlijk allemaal landelijk via de SVB, ja, de Sociale Verzekeringsbank. Dus je moet ook de cliënt zelf moet dus een zorgomschrijving geven waarom hij of zij denkt zorg nodig te hebben. Nou, dat moet je echt heel zwart-wit neerzetten. Dus echt wat hij echt nodig heeft. En ook wat er dus zou gebeuren indien hij die zorg dus niet krijgt. Ja. Dus dat ver dat je daar heel scherp naar kijkt. En dat je dus, ja, ik vind wel trouwens PGB, het is gemeenschapsgeld. En er wordt helaas zoveel gesjoemeld met bedrijven ten aanzien van PGB-bureautjes die wel even het PGB regelen. Maar ja, of zichzelf verrijken of gewoon malversatie plegen. En ja, ik denk dat niet oké is. Dus, enerzijds zeg ik PGB-regulering door middel van SVB en dat landelijk zo neerzetten, prima. Maar aan de andere kant, er zijn ook een heleboel dingen die dus niet meer worden vergoed. Nee. En dat is wel vervelend, want je moet dus eigenlijk heel creatief gaan denken van nou, hoe ga ik dat wegzetten. Ja. Ben je dan bijna niet meer bezig met dit soort dingen dan met die daadwerkelijke zorg en hulp die je moet gaan geven? Nee, ik denk dat de daadwerkelijke zorg die blijft natuurlijk. Alleen je moet het op een andere manier gaan doen. Dus ik geef een heel simpel voorbeeld. Je mag dus ook een cliënt niet naar een dokter begeleiden. Of je mag een cliënt niet naar een psychiatrische instelling begeleiden waar hij dus eigenlijk... Ja, daar wordt hij doorgezaagd. Heeft hij wel eens gesprekken met mensen van daar. En die dat nodig is gezien zijn beperking. Ja, vaak komen ze daar dus niet uit. Dus in de ondersteunende rol die je zou kunnen bieden om hem daarin te begeleiden of toelichting geven in zo'n gesprek, ja, dat valt weg. Dus dat is heel raar. En iemand die dus eigenlijk zwak begaafd is of die verstandelijk beperkt is, ja, is vaak niet in staat om dingen op de juiste manier te interpreteren, laat staan te verwoorden. Maar hoe lossen jullie dat dan op? Je zei het al, ja, dan moet je dat anders aan gaan beschrijven. Maar jij bent bij een cliënt en stel, die moet naar een... En jij ziet van, dat gaat in zijn eentje niet lukken. Maar jij mag hem niet begeleiden. Nee, nou, dan zou je eigenlijk wettelijk gezien... moet je dus hem voorbereiden op dat gesprek. Heel zwart-wit. De cliënt gaat dus zelfstandig naar dat gesprek. En op het moment dat hij dus terugkomt van dat gesprek... heb je een soort evaluatiemoment. Dus je coacht vooraf... Je begeleidt niet daadwerkelijk op de plek waar die moet zijn. En achteraf evalueer je hoe het is gegaan. Ja, dat is bizar gewoon. Ja. Mensen kunnen dat gewoon niet verwoorden zelf. Ja, want hoe je het ook bent ook keert, er moest gewoon bezuinigd worden. Ja, ik denk dat je moet bezuinigen, oké, daar zijn we allemaal over eens. Alleen, hoe gaat dat en ten koste van wie? Mensen die dus bijvoorbeeld in een sociale werkplaats zitten... en daar eigenlijk ook dus verstandelijk beperkt zijn... en altijd begeleid worden daar... die worden daar in één keer uitgehaald uit die beschutte haven, zal ik maar zeggen... Ja. En die moeten dus eigenlijk zelfstandig een sollicitatiebrief gaan schrijven. Die moeten integreren in het arbeidsproces. Nou, er zijn 600.000, 700.000 werklozen die al 1000 keer een brief hebben geschreven. Dus wie gaat naar mij nog garanderen dat die mevrouw Kleinsma, zelf ook gehandicapt zou je zeggen, nou die begrijpt het als geen ander, gaat zoiets uitvaardigen en zeggen, joh, ga maar weg in de sociale werkplaats. Dat zijn mensen met een syndroom van Down. Dat zijn mensen die verstandelijk beperkt zijn. Hoe wil je in godsnaam die mensen een welluidende brief laten schrijven en solliciteren naar een reguliere baan? Maar het gebeurt wel.
Ja, het gebeurt wel, ja. Maar het is eigenlijk de waanzin ten top. Ik vind het niet oké, eigenlijk. Ja. Tot slot, nog wel leuk dit werk? Ja, het werk is heel leuk. Ik denk, als je niet van mensen houdt, moet je daar niet werken. Nou, het begeleiden van mensen in de puurste vorm. En de noodzakelijke dingen kunnen doen met en samen en voor hun. Ja, dat is heel erg bevredigend werk. Dat is hartstikke leuk.